Deze uitzending is in de serie Weltschmerz. Het is een serie die ik gestart ben... nadat ik gestopt ben... met het drinken van alcohol... en het roken van wiet. Een week later ben ik gestopt met het roken van tabak... want mijn cheque was toen op. En nog een paar dagen later... Was het pak suiker dat ik had ook op en nu drink ik thee zonder suiker. En mijn geld is ook zo'n beetje op, <laughs> maar er komt weer nieuw geld aan. Heb ik alle vertrouwen in. Ik weet niet waar ik het op passeren, maar heb ik alle vertrouwen in. <laughs> en koffie dat deed ik al een hele tijd niet meer. Ik ben zo nuchter als een aap dus. Of een baksteen. En daarvoor niet. Ik heb uh, twee, drie jaar lang zwaar gedronken. Echt zwaar. 24 alcoholconsumpties. En niet per maand. Niet per twee weken. Niet per week. Nee, per dag. Dat is toch veel, man? Een 3 liter bier van 10% alcohol. En dan kan jij uitrekenen dat dat 24 standaardconsumpties zijn. Het is het equivalent van 24 borreltjes jenever. Dat zit in zo'n klein glaasje. Oh, dat is 40% alcohol. Ja. Een equivalent van 24 borrels per dag. Ja, man. Zo. Als je 24 uur zou drinken zonder te slapen, is dat altijd nog 2 jenevers per uur. Ja, je slaapt en tijdens die tijd kan je niet drinken. <laughs> ja, tell je winst, man. Nee, ik zeg het niet helemaal goed. Nee, het is stel dat je twaalf uur wakker bent per dag. En twee borrels per uur. Oh. Tikt aan, hoor. En in die tijd was ik al bezig met uitzendingen te maken. Dat je even weet, als je denkt, volgens mij is die een beetje tipsy. Ja, ah, dat klopt. Toen dronk ik dus zo belachelijk veel. Daar had ik een reden voor. En een aantal weken geleden, toen vond ik het genoeg geweest. Streep eronder gezet. En ook, ja, toen de cheque op was. En dat wist ik al van tevoren, hè? want ik stop met drank en ik stop met wiet en asje. En ik rook mijn pakje cheque nog leeg, daar doen we niet moeilijk over. En toen de asbak geleegd in de prullenmand, vuilnisbak, zak, schoongemaakt en in de kast gezet voor als de visiteur is die wel wil roken. Dan mag dat. Ja. Doordat ik nu niet rook vind ik het ja, stinken als mensen roken. Het is, het is normaal. Maar ik ga niet moeilijk doen. Voor mij mag je roken hoor. Ik ben nu lekker nuchter. Dat maakt me ook wat rustiger. Ik moet ook zeggen dat ik veel van die uitzendingen die ik maakte met een, een biertje op en een blootje op, dan beluisterde ik die de volgende dag en dan dacht ik, jeetje kreetje. Appeltje trash. Command delete of zo. En dan empty trash. Gewoon wegwezen ermee. Ja, dat ik ook de kwaliteit niet goed vond. Ook nu heb ik dat ook hoor. Dat ik, 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 ik publiceer niet alles. Het wordt een beetje bij de stijlen die ik heb bij deze uitzendingen maken. Dat ik het wel voorbereid, maar ik heb geen script. Ik weet wel waar ik het over wil hebben, maar ik heb geen script. Ik ga het hebben over alleenstaande moeders. Daar heb ik het over gehad, maar met een borreltje op, een biertje op. Ik denk wel dat die gepubliceerd zijn. Je kan je gaan zoeken in die oude uitzendingen, of er eentje tussen staat met zo'n soort titel. Of je luistert naar deze uitzending, dan hoor je het ook allemaal. Het komt er in het kort op neer. Het alleenstaande moeders, dat is een fenomeen van alle tijden. Maar in vroege tijden was dat het gevolg van een ramp. Van een drama, zo'n zo zo man die werkte in de bouw en ja, die stond uh, vijf hoog op een stijger. En, en, en toen is er een ongeluk gebeurd en toen is hij omlaag geflikkerd en ja, toen brak hij zijn nek en was hij dood. Ze dus waren weduwe, zo. Of een man kreeg een verschrikkelijke ziekte of zo. Ja, dan had je een alleenstaande moeder? Dat was het gevolg van een drama. En nu heb je alleenstaande moeders. En dat zijn vrouwen zoals de moeder van mijn kind, die. Ja, niet kunnen vertellen waarom ze nou alleenstaan zijn. Anders dan. Uh, ja, ik heb een scheiding aangevraagd. En dat is dus niet een drama. Ja, het is een drama dat zij die scheiding heeft aangevraagd. Dat is, dat is het drama. Maar ik ging elke dag onder de douche. En ik was degene die het meeste geld binnenbracht. En ik deed elke dag de afwas. En zes dagen in de week zorgde ik voor het ontbijt. En vier dagen in de week maakte ik het warm eten klaar. En ik deed alle zwemlessen. En bracht het kind voor de helft van de tijd naar school en haalde het van school. En ik deed vrijwilligerswerk op school. En ik deed vrijwilligerswerk in de buurt. Uh, wat denk ik nog meer? Ja. Oh ja, ik begeleide. Ik, samen met de werkster uh, hield ik het huis schoon. Maar dan met de grote klussen, hè, zoals ramen lappen en ja, kleden uitkloppen. Allemaal van die dingen die. Uh, ja, ik, ik kan niet alles doen. Hè. Ik had ook nog. Ik had een baan van 50 uur in de week. ha. ha, ha, ha. En die moeder was heel zielig met uh, jeugdtrauma en ongelooflijk aandachtsvacuüm. Die was minimaal drie avonden in de week de deur uit om te gaan socializen in het centrum van Arnhem. Ja, geen tijd voor de huishouding. Ik wilde toch wel dat mijn dochter zou opgroeien in een enigszins onderhouden omgeving. En dan zo'n persoon die trekt even de stekker uit de stopcontact want dat mag. Die ja. krijgt er nog alimentatie ook. Ja, dat dacht ze. Ben ik een aantal maanden geleden alweer mee gestopt. Toen dacht ik van nou even kijken hoe lang het duurt voordat ze het in de gaten heeft. Dat duurde best nog wel even. Toen kwam er een mailtje hoor van haar. Ja, ik heb geconstateerd dat je al een hele tijd geen alimentatie hebt overgemaakt. Zou dit alsjeblieft deze week nog willen doen? Madame, die gaat even een termijn stellen. Dus ik heb haar feintjes teruggemaild. Van, Mijn bedrijf is zo goed als failliet. Als ik binnenkort nog wat geld krijg... zal ik kijken of ik wat aan je kan overmaken. Met vriendelijke groeten. Nee, dat dan niet eens. En dan eronder Perry. Klaar. Einde verhaal. Nou, zo iemand is dan alleenstaand... Ja. Maar dat heeft ze helemaal aan zichzelf te danken. Niet omdat ik haar geslagen heb ofzo. Weer maar. Ik ging niet vreemd. Nee, dat ging, zij ging vreemd. En die vrouwen zijn er dus. Hè? Hou er goed rekening mee. Hè? Als je dus een vrouw leert kennen die dan alleenstaand is... Dat je eens even checkt van waarom ben jij alleen staand. Ik ken een vrouw en die... die staat alleen als moeder. Ze wil best verder met die man. Maar ik ken haar redelijk, niet zo heel erg goed, maar ze heeft me iets verteld over die kerel. Ja, ze het is zo'n moeilijk persoon. Maar dat wist ze in het begin helemaal niet. In het begin leek het allemaal pais en vrede, en hartstikke leuk la la la. Maar hij ontpopte zich als een, een heel dominant etterbakje. Ja, ze heeft hem een of laatst, ik bedoel, weer een tijdje terug, heeft ze tegen hem gezegd: nou weet je wat, kom nou even langs bij ons. Hè? Bij haar en de kinderen. En dan, dan blijf je lekker slapen. En dan kom, kom maar eventjes als het ware logeren bij ons. Nou, dus zei ze tegen mij: van, ja, ik heb het. Hè, zij had rekening gehouden. dat hij best een tijdje zou kunnen blijven. Maar ze begon weer helemaal van vooraf aan. En ik werd er weer knettergek van. En tegen hem gezegd: van, ja, jongen, op deze manier vind ik het echt niet te harde met jou. En dat vond ze best erg. Met name voor de kinderen. Zij is zich echt bewust van het feit dat die kinderen toch contact moeten hebben met die man. Ja, van zijn kant komt er helemaal geen donder uit. Kortom, het is een slapjaners. En een van de Rebecca Mail. Zou Jessie Lee Peterson zeggen. En die vrouw in kwestie kan er, naar mijn mening, maar ja, ik ben God niet, er kan er geen ruk aan doen. Ja, dus heeft een, 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 ze heeft zich vergipst. Weet ik veel, ze was verliefd en had vlinders in de buik of zo. Ja, ik ben de laatste om, uh, hè, om te zeggen dat ik dat soort fouten niet gemaakt heb. De moeder van mijn kind, dat is ook zijn exemplaar. Daar ben ik er ook in getuind? Nou, moet ik dan die vrouw uh, gaan lopen nawijzen of zo? Nee, natuurlijk niet. En dan moet ik erbij zeggen, dat zij loopt ook helemaal niet. Ja, ze accepteert haar karma, laat ik het zo maar zeggen. Zij is niet bezig om een andere kerel uh, voor haar karretje te spannen. Verre van dat. Maar dat geldt niet voor al die alleenstaande moeders. Want er is een tendens in deze samenleving dat vrouwen voor zichzelf gaan. Erg naar is dat. En ze maken echt veel kapot. Dat is een schande. Andere vrouwen zouden die vrouwen daarop aan moeten spreken. En dat doen vrouwen niet, hè? Die alleenstaande moeders die uit vrije keus alleen staan. En want die vrouw in kwestie waar ik het net over had, die heeft mij een aantal voorbeelden verteld van wat die vent uitvrat. En dat ik dacht van ja, zo'n kerel moet ik ook niet over de vloer. Wat denk zo'n lul man niet? Ja. En daar kwam ze dan pas later achter, toen het zeg maar te laat was. En, het, en in het begin denk je nog van, ja nou, maar misschien trekt hij nog wel bij. En, en dan ga ik nog een keertje praten met hem. Maar ja, als het allemaal niet werkt, ja, dan moet je toch een keer een streep eronder zetten. Ja. Maar kijk je nou naar de moeder van mijn kind. Jongen, die zat op de chance met Jan, Piet en alle man. Achter mijn rug om. En zo zag ze zag zo, er zo'n glansje aan de horizon. Van nou, we houden nog een paar jaartjes vol. Doordat het kind een beetje zelfstandig wordt. En dan, uh, nou, dan neem ik het wel over. En dat heeft ze gedaan ook. Mij de deur uitgetrapt. En nou uh, lekker met de kind. Uh, Vriendinnetjes spelen. En, uh, ik ben jouw vriendin. En we gaan samen leuke dingen doen. Opvoeden Homer. Ik heb een boekje geschreven over haar. Het moet nog gepubliceerd gaan worden. En de titel heet de titel is Een criminele vrouw. En de ondertitel is En de tranen van hun dochter. Mijn tante Irene zei nog van ja, crimineel crimineel. Ik weet niet of je dat crimineel moet noemen. Logisch gesproken is die vrouw crimineel. Officieel is het woord crimineel iemand die veroordeeld is door een rechter. En dat is in dit geval niet gebeurd. Maar dat is ju de juridische betekenis van het woord crimineel. Maar als jij iemand kent en je weet dat hij uh, gestolen heeft, maar die is nooit gesnapt door de politie. Ja, dan noem jij zo iemand toch een crimineel of niet? Nou dan. Nou. Maar juridisch gesproken is hij geen crimineel, want hij is niet gesnapt door de politie. En dus niet veroordeeld door een rechter. Dus is hij niet crimineel. Maar dat is de juridische definitie. En dat boekje, het is niet zo heel dik hoor, 130, 140 pagina's. Het is vrij goed geschreven. Al zeg ik het zelf. Het loopt lekker door. Daarin belicht ik dan uh, wat ze uitgespookt heeft. Ja, je zal het maar hebben. En daarin kan je dan ook zien, want dat gaat dus door tot na de scheiding, hoe zij het erop aan heeft gestuurd. En ze ging uiteindelijk voor de, voor de scheiding en het, het bezit. Zij zou de woning behouden, de voogdij krijgen over het kind, de alimentatie. En, en dan ook nog een deel van mijn liquide middelen, ook dat nog. Een tiet geld man. Ja, het is maar wat. Hè? Je, je, je hebt zo'n huwelijkscontract getekend. Vervolgens ga je seks hebben met andere mannen. Dan ga je een rel trappen thuis. Dan ga je een scheiding forceren. En hè, behalve al die goederen en, en de voogdij en zo. krijg je ook nog 30.000 euro cash. Ah. En toen ik daar de deur uit was. De, Jongen. De, de ene na de andere werd uitgeprobeerd hoor. Kerels dus, hè. En nu heeft ze dan een, een, een muzikant gevonden. Een, die is dan heel beroemd en die speelt op de zwarte cross, zo'n festival hier in de achterhoek. En die is ook wel eens op de radio en uh, op de tv. Het. Ik vind het zelf een, uh, nou ja, het is niet mijn soort muziek. Nou, dat dus is alweer een paar jaar is dat aan. Dus ja, hij is uh, ja, en die lul, ja, die slaapt dus in mijn ouping, uh, ou bed, hè? wat ik gekocht heb destijds, toen ik haar nog niet kende. Ja, toen zij mij leerde kennen, toen had ik dat ouping, ou bed al. Dat is echt een mooi bed, man. Ik heb nu heb ik een Ikea bed van uh, inclusief matras en alles uh, nog geen 300 euro. Volgens mij was de, de, die latte bodemtoestand een stukje hout. 134 euro. Ja, die Alping Alronde. Die heb ik toen gekocht voor 1700 gulden. In Venendaal, in de aanbieding. Daar werd hij wel thuis voor afgeleverd. En dit lullige Ikea-bedje. Dat heb ik zelf meegenomen. Samen met Wim Kruidertuin in elkaar gezet. <laughs> en dan slaapt die lul van een, uh, van een muzikant. Die slaapt in mijn oping uh, al ronde bed. Nou, dan moet hij verder zelf maar weten. Het gaat mij niet meer aan, Zij Als hij er gelukkig mee is, moet hij dat. Ja. Het zou mijn leven niet zijn. En dat van jou ook niet. Ik heb het even tegen mannen dan. Hè? Maar zo'n vrouw als de moeder van mijn kind. daar moet je met een boogje omheen lopen. Ik was bij een muziekuitvoering. hier vlakbij. Mijn dochter die, ja, die kan aardig drummen. Door mij heeft ze dat geleerd. De moeder heeft het toen van drumles afgehaald, maar zo is die vrouw. Hè? Dat, dat Drumme dat had zij, had die moeder dus niet verzonnen. Dus eh, die, die vond het dus tandenknarsend. Uh, tanden en, en toen ze de kans zag, dan heeft ze dus dat kind van drummen afgehaald. Oh, 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 oh. Wel een teringwijf was het, zeg. Of is het? Ja, een teringwijf, dat is. Tering, dat is TBC. Tuberculose, oftewel de tering. Krijgt de tuberculose, man. Echt een teringwijf. Nou, er was die muziekuitvoering van mijn dochter. Ja, ik ging natuurlijk ook kijken. En na afloop zat ik buiten. Ik rookte toen nog. Ik ben pas eens een paar weken gestopt. Zat ik buiten lekker rustig een wietje te draaien. En dan stond er een groepje. En dan stond de moeder van mijn kind stond daar. En die beroemde muzikant. En die beroemde muzikant die stond te praten met een jonge vrouw. En de moeder van mijn kind die stond op een paar meter afstand. En ik zag dus hoe zij, de moeder van mijn kind, naar die vrouw zat te kijken. Van top tot teen op te nemen. En ik zat zo heerlijk rustig in kleermakerszit. Lekker met mijn blootje. Zo'n zo sticky draai ik dan. Niet van die grote joekelaarzen. Dat vind ik alles ingewikkeld. Gewoon een sticky. Ja. Niet eens met een tipje erin of zo. Homo gedoemd. Ik ben toch een kerel. Nou. Gewoon lekker een sticky roken. Een biertje bij, me, bij, bij de hand. Zo. Ik zit dat tafereel zo gade te slaan en ik zie de moeder van mijn kind zo die andere vrouw van top tot teen op te nemen. Toen dacht ik, oh, wat ben ik blij dat ik niet langer heb die vrouw aan mijn zij. Want ja, dat overkwam mij ook. Dat ik ergens was en dat er een vrouw was die met mij een praatje maakte... Oh man, een drama daarna. Wat stond je met die Slorie? <laughs> je denkt van hè, wat? <laughs> oh, 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 oh. Ik kreeg een nieuwe zus, een stiefzus heet dat. Mijn moeder heeft een nieuwe man. Dat is alweer jaren terug, dertien jaar geleden of zo. nieuwe man ontmoet via internet, dating of weet ik wel wat. Ja. Aardige vent. En die had twee dochters. En die oudste dochter die is inmiddels overleden. Dat is heel tragisch. Die was iets jonger dan ik, volgens mij. Ja, heel tragisch. Dat was een hele aardige vrouw. En die mocht ik heel graag. Oh, man. En de moeder van mijn kind. die, die, die haatte die vrouw. Die liet geen gelegenheid onberoerd. om. Uh, iets lelijks tegen die vrouw te zeggen. En zij dus ook tegen mij. Dan, dan hadden we weer een soort familiedagje of zo. Dan was ik bij mijn moeder. met de moeder van mijn kind. en het kind. En dan was, die vrouw was er ook. Hey, op bezoek bij de vader. Dus die man was jarig of zo. En dan zaten wij met z'n tweeën ja, niet de hele tijd te kletsen, maar we maakten wel praatjes met elkaar. Ja, natuurlijk. Oh, 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 oh. Ja, Opmerkingen aan mij, man. Alsof ik ik weet niet wat deed. Ik ga toch niet met mijn stiefzoos in bed liggen? Wat, wat heeft ze het over? En die vrouw die is getrouwd. Die had een man. En drie kinderen had ze ook nog. Oh, 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 oh. Dus de moeder van mijn kind... Het is denk ik wel een extreem geval. Maar aan de andere kant... Ja. Minder extreme gevallen. zijn net zo erg hoor. Zoals de boeddhisten zeggen. Je kan verdrinken in een meer van 100 meter diep. Je kan ook verdrinken in een regenplas. in een plas met regenwater. Versuipen is versuipen. vraag je goed af. waarom een vrouw een alleenstaande moeder is. En als een vrouw zegt van ja, ik heb me vergist in de vader van mijn kind, ja. Dat geval wat ik dan ken, daar kan ik me van, daar kan ik me van voorstellen dat dat echt een vergissing was. Die je zelf ook had kunnen maken. Sterker nog, die ik gemaakt heb. Dat kan je dan anderen niet verwijten. Maar er zijn ook genoeg vrouwen die. Ja, die hadden dat wel degelijk kunnen weten. Dat ze echt met een ongelofelijke klojo aan het rommelen waren. Maar dan dan maar een beetje van na mij komt de zonvloed en. Uh, ja, we zien wel. Ja, die moet je niet hebben. En als je dan. De moeder van mijn kind heeft een betrouwbare man getroffen. Ik, ik ben een betrouwbaar iemand. Als je met mijn afspraak maken, heb je met mijn afspraak. En als je zo'n vrouw hebt, die is een, een betrouwbare man de deur wijst, nou, dan moet je helemaal niet mee omgaan. En dan heb je een vrouw die dus uh, met tuig van de rigel in de koffer is gedoken, en die moet je ook niet hebben. En de enige uitzondering is dus die vrouw die ik ken, die, uh, ja. ja, die is verliefd geworden, vlinders in de buik, en dan denk je dat alles uh, roze geur en manenschijn is. En dan ontpopt zo'n partner zich in een als een ongelofelijke, uh, ja, dramkikker. Een soort uh, kind met een, een lichaam van een 45-jarige. Ik zeg maar wat, een, een kind in het lichaam van een volwassene, een, een, een huilen balk. En dan kom je dan te laat achter als je al kinderen met hem hebt. Ha 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 ha. Nobody is perfect. Hè? Maar jij als man, voordat je omgaat met zo'n iemand. zo'n alleenstaande moeder, ik zet heel goed naar kijken hoor. Want het is niet alles goud dat er blinkt. En niet alles wat bruin is, smaakt naar chocola. Als ik nou even doorrijm, hè. niet alles wat bruin is, smaakt naar chocola. En niet alle... Gele sneeuw is gemaakt met vanillevla. Ja, zo ruimt hij wel mooi. <laughs> Don't eat the yellow snow. Dat is een uitspraak van Frank Zappa. Ja, dat was maar er eentje. Mr. Z. Het zijn tijden, hoor, waarin we leven. Zo, heel bijzonder. En ook voor jou als man, hè. Je, wat ik heb gedaan is... Eh, ik heb seks gehad. In een veel te vroeg stadium. Echt veel te vroeg. Hè, belachelijk. Ja, en dan heb je ze dus iemand zwanger gemaakt. Ja... Nou, ik reken het mezelf aan. Je kan achteraf ook zeggen: van ja, ik wist niet dat dat soort vrouwen bestonden. Nou, daar heb ik gelijk in. Dat wist ik toen niet. Als je iemand hebt, dus de moeder van mijn kind heeft een ernstig jeugdtrauma. Ja, die slaan helemaal door. Die zijn zo immoreel of de. Paus. Ja, de paus is immoreel, toch? Ja. Dat mag iedereen toch snappen. Ja, die was hoofd van de Jezuïte orde in Argentinië tijdens de Vuile Oorlog. En dan mond je dicht. Ja, dan ben je immoreel. De, de, de paus wist dat de burgers vermoord werden. Urbi et orbi en dank je voor de bloemen. Dat zo iemand wordt zo immoreel, in dit geval door een ernstig jeugdtrauma. En dan, als je dan kijkt naar het gedrag, en dan ga je op internet kijken hoe ze die mensen noemen, dan heet dat uh, een psychopaat. En psychopaten, dat zijn uh, hele gevaarlijke mensen. Die maken je kapot. En ik wist dat niet. Uh, hey, uh, ja, bij een psychopaat dan dacht ik aan uh, ja, Hannibal de Cannibal en uh, Jack the Ripper en... meer psychopathische er zijn ook wel psychopathische vrouwen Er zijn er niet veel waar de films over gemaakt zijn maar je hebt die film American Psycho daar zit een psychopathische vrouw in dat is dan uh, American Psycho en dan nummer twee of zo die eerste is dan uh, met Alec Baldwin of zo. Ik heb die allebei hier, die films. Het zijn best wel onderhoudende films. Maar zo denk je over psychopathie. Hè? Alsof het hele uitzonderlijke. Uh, ja. A one in a million uh, voorkomens zijn. Dat is helemaal niet zo. Mensen met zo'n heel laag gevoel van moraal, of eigenlijk het totale ontbreken van moraal, uh, dat zijn etterlijke percentages in de bevolking. Goed rekening mee houden. Nou, dat wist ik toen niet. Dat weet ik nu wel, maar dat wist ik toen niet. En nu weet ik ook dat je die mensen heel makkelijk kan herkennen. Er staat zo'n checklist, kan je Checklists, meervoud. Er zijn meerdere checklists, maar die komen allemaal op hetzelfde neer. Er wordt er gewoon gezegd: je moet erop letten bij het eerste contact, bij de eerste contacten. Of er dit of dat of zo Er is een hele lijstje met dingen. Ja, en scoort zo'n persoon op zo'n lijst binnen korte tijd drie of vier elementen, ja, stopt hij maar mee. Zelfs bij één element moet je al, ja, red alert, red alert, red alert, wieuw, wieuw, Maar mee oppassen. Ja, dat wist ik dan allemaal niet. Dus daar kon ik niks aan doen. Omdat ik het niet wist. Maar wat ik wel wist, is dat je niet met die sekstoestanden... Dat dat had je niet. Dat, 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 ik ga helemaal stotteren. Dat wist ik wel. En dat was mijn uh, bed. Dat ik met haar naar bed ging. Ik heb mij laten verleiden. Ik heb haar niet uh, uitgedaagd tot seks of dat soort dingen, helemaal niet. Maar zij begon erover. Nou, ik zei er wel, ja, ik heb wel zin in seks in die. Jij ook in die. Ja, ik, ik wil het er eigenlijk wel. Ja. Toen dacht ik van, nou, oké, okay, als jij het zo graag wil. Ja, voor mij hoefde het niet. Maar ik heb het wel gedaan. Bed. Bed to the bone. Ja, ik, ik bekend schuld. En zo heb ik een alleenstaande moeder gecreëerd. en daarmee het drama voor het kind. En morgen komt ze dan eten. Nou, ik ben benieuwd hoe het, hoe het gaat lopen. Ik zou het echt niet weten. We zijn een heel eind uit elkaar gedreven. Want zij, die moeder, die doet tegen haar. Die speelt een heel toneelstuk. Oh, 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 oh. En ik zie wat die moeder doet. Maar dat ziet mijn kind niet in. Die, die kent haar moeder niet anders dan dat. Ja. Ze heeft medelijden met haar moeder. Ja, ze ah, mijn mama is zo zielig. En... Ja. Als het nou laatst, jaren terug, toen ze hier nog wel regelmatig kwam. Toen zei mijn dochter tegen mij met zo'n hemelse glimlach. Ja, mama heeft een verhaal verteld. Dat uh, toen ik net geboren was. En het uh, was dus rond prematuur. En dat het een hele zware tijd voor mama was. Om voor mij te zorgen. En heeft mama toch maar mooi volgehouden. En toen dacht ik: uh, braak, kots, wat heb je nog meer? Kreun, scheid. Mm. Uh, zoiets, ontploffend hoofd of zo. Ik heb maar niks gezegd. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Kijk, randprematuur hield alleen maar in dat ze een maand. Rand, dus randprematuur is dat drie weken te vroeg geboren of zo. Het kind hoeft nog net niet in de couffeuze. Nou, de zwangerschap heeft ze dus niet eens helemaal uit hoeven dragen. Nou, dat is, dat is niet lastig. Nee, dat is alleen maar handig. En toen het kind. Geboren was. Toen kreeg ze gelijk van de werk. Maar ze hadden ze al zwangerschapsverlof. Nou, dat vloeide onmiddellijk over in ouderschapsverlof. Ze was de hele dag thuis. Yeah. Wat is daar moeilijk aan? De godganse dag met je reet op de bank zitten. En de ex kwam elke dag langs. Om te kijken of alles wel goed ging. Wat is daar zwaar aan? Dan moet ik dan mijn kind gaan uitleggen van kijk, dat is nou weer typisch een voorbeeld van jouw moeder die aan het liegen slaat. Ja, dan ben ik weer de gebeten hond, snap je? Spitsroeder lopen is dat. Maar het is mijn eigen schuld. Ik heb een alleenstaande moeder gecreëerd. En misschien is het maar goed dat ik het gedaan heb en niet een of andere slapjaners. Want ik krijg morgen mijn dochter hier op bezoek. En ik hou die band wel omhoog. En ik, ik, ik weet me daar wel uit te vormen. dat kind nog enigszins op de goede rit te krijgen. Want mijn dochter is nog niet van mij af, namelijk. Ik ben en blijf haar vader. Ik ben degene die elke dag de afwas deed. Ik ben degene die zes dagen in de week het ontbijt maakte. En ga zo maar door. De moeder heeft nooit een vinger uitgestoken. Anders dan medelijden wekken. Bij haar kind. En dat ga ik nog een keer heel erg duidelijk maken. Aan mijn lieve kind. Daar wordt nog wel wat. Maar het is niet de gang om te gaan. Jij moet dat niet doen. En er zijn veel vrouwen hoor, met een, een neiging tot het alleenstaand moederschap. Is mijn zwager. Ja, ik ben er gescheiden, maar ik noem hem nog steeds mijn zwager. Dat is een rare speciboon, by the way. Ik mag hem niet eens. Ik heb hem rare dingen zien doen. Dan denk ik: ik mag jou niet. Maar goed, uh, zijn vrouw. Uh, ze hadden twee kinderen. En zijn vrouw die ging neuken met de baas. Ha, 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 ha. Kijk, dat gun ik mijn zwager dan ook weer niet. En die kinderen al helemaal niet. Wat een toestand man. We kwamen dan. Oh, 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 oh. We kwamen op, op zijn verjaardag. En. En zij. Die, die vrouw, dus zijn vrouw, die was er niet. Ja, iedereen heel verbaasd. Hè? Goh. Ja, mensen, mijn schoonzus dus. Mijn schoonzus was er niet. En wat bleek nou. Die ochtend. Wij kwamen pas middags na de lunch. Nou, die ochtend. Was de vrouw van de baas. Van mijn schoonzus. Op hoge poten. Naar dat huis toe gegaan. En daar een boekje open gedaan, open gedaan over het feit dat zij dus erachter was gekomen... dat haar man had gewippelde wipperstein met mijn schoonzus. Dus was, die ochtend had er dus een enorme bomexplosie explosie plaatsgevonden. En toen is mijn schoonzus dan in een auto gestapt en... Naar de familie gereden van ja, ik heb thuis een beetje probleempjes. <laughs> nou, dat werd dus een alleenstaande moeder. Ja. Maar die heeft het er wel zelf naar gemaakt, vind ik hoor. Dan kun je zeggen dat, dat die zwager van mij een gekke persieboon is. En dat is die ook. Maar het is wel haar speciboon. hè? Maar zo'n probleem ga je niet oplossen door te gaan neuken met je baas. Punt. Nee, dat noem ik dan. Uh... Ja, dat is een risico wat je momenteel als man loopt. Die alleenstaande moeders gaan er niet vanuit dat dat per definitie allemaal kosher is. En dat die mensen er helemaal niks aan konden doen. Net als dat ene geval waar ik het net over had. Met zo'n man die zich door de jaren heen ontpopt als een. Als een groot kind. Waar geen enkele ontwikkeling in zit. En je wordt er doodziek van. En die moeder probeert dan nog om zoveel mogelijk dat contact tussen die vader en die twee dochters te stimuleren. Maar initiatief van zijn kant is er helemaal niet. Het moet allemaal van haar kant komen. Ja, wat is er nou voor een lul van een vent? Door, ik zie mijn dochter dus morgen. Maar wie denk je dat dat initiatief heeft genomen? Sinterklaas of zo? Nou, de moeder van mijn kind al in ieder geval helemaal niet. Die is al lang blij dat er geen contact is tussen mij en dat kind. Zo min mogelijk. hè? En dat heb ik natuurlijk geregeld. We gaan tortilla eten morgen. Ja? Tortilla veganisto. Nou, niet vegan, nee, vegetaristo. Ze eten er wel eieren, natuurlijk, aan erin. Helemaal op internet gekeken van, hoe moest het ook alweer. Ik heb vaak tortilla gemaakt in mijn studententijd. Echt een goede aardappel gekocht. Speciaal naar de markt geweest vandaag. Daarvoor. Een lekkere paprika's gehaald. die wilden ze er graag in. En er lagen goede paprika's. Mooie rijpe paprika's. Een groene en een rode. Man, ik heb het al helemaal uitgedacht. Knoflook gaat erin. Ik ga even vertellen hoe ik het ga doen, hè. Ik vind het altijd zo leuke recepten. Zo. Echt het. Kan je het heerlijk lang over hebben. Maar wat ik ga doen is die aardappels die, die moeten geschild worden. Ik heb Nicola. Oh, een aardappelboer staat hier op de markt. Die verkoopt alleen maar aardappelen. Ja, ook goede knoflook en nog wat andere dingen. Heerlijke aardappelen. En ik stond zo te kijken en die man zei: "Ja, wat zoek je dan? Wat zoek je dan?" Ik zei: "Nou, ik ga tortilla maken." Oh, zei hij. Ah, dan moet je Nicola nemen. Dan ga je bakken en zo. Ja, dan moet je Nicola nemen. Een goede bak aardappel. Nou, wat je doet, je schillen, dan in plakjes snijden en niet te dun. En dan lekker een paar uien goed schillen. Ja, gewoon een kleine stukje zo. En wat ik ga doen, ik neem een hele brede pan. En een vette scheut olie in. En dan die aardappelen erin met die uien. En dan zit je zo ja, te bakken, maar ook een half frituren eigenlijk. En dan doe ik een scheut olijfolie voor de smaak. En dan een scheut gewone slaolie voor het bakken. Het is een beetje zonde om alles met olijfolie te doen. Want ja, ik ben momenteel, uh, heb ik het niet meer zo breed hè. Maar uh, niet te zuinig met die olijfolie, kom op. Maar daar ben ik dan een beetje zuinig op. Uh, lekker doorbakken. En dan doe ik er alvast kerry. Uh, Dat zei mijn dochter ook. Ik wilde kerry uh, lekker erbij. En ik heb een Hindoestaanse kerry gehaald. Die uit Suriname komt. Maar in Suriname zitten heel veel Hindoestanen. En dan zijn die aardappelen lekker aangebakkerd. En dan gooi ik op het laatst die paprika erbij. Die laat ik ook nog eventjes meebakken. Dan zijn die aardappels nog niet gaar. Nou, en dan heb ik een ovenschaaltje. Dan knikker ik de hele boel in die ovenschaal. Met zo'n zo zo glazen ding, met zo'n dekseltje erop. Hoppakee, die gaat in de oven. En dan denk ik zo, niet, niet, te, niet te heet, 160 graden of zo. En dan rustig 25 minuten, 30 minuten. Laat die aardappel maar goed doorgaren. Eventueel nog wat langer, moet even over nadenken. Het moet goed gaar zijn die aardappel. Niet al dante of zo. Dat is niet lekker. Ah, is toch een, uh, ik heb uh, een beetje stevige aardappel, dus die valt niet uit elkaar. Hè? Die Nicola, die trekt dat wel. Ja, en de rest is uh, ja, een beetje een haas uh, schaatsen. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Een grote kom. En een kwak eieren erin. Dus ik heb van die kleine eitjes, dus ik denk dat ik kies voor uh, zes eitjes of zo. Lekker opklopperen. En dan die meuk erin uit de oven. En die heb ik dan denk ik... Ik denk dat ik klaarmaak. Dus als zij dan komt... Ze komt om zes uur. Ik denk dat ik om vijf uur of zo al begin met, met bakken. Dus als zij dan de woning binnenkomt... En dan ruikt ze zo die geur van gebakken uien. Dat is <laughs> smerig trucje... Om je gasten een beetje hongergevoel te bezorgen. Maar dan is dat hele overavontuur is al klaar, dus dan staat die, uh, die ovenschaal, die staat lekker af te koelen. En als je dan, ja, het is nog maar een graadje of 30, 40 of zo, dan gaat hij door uh, die eierenmeuk heen. Nou, goed omscheppen. Dan heb ik een andere pan en die is dan wat niet zo heel breed, maar met een beetje hoge rand. En daar gaat dan alles in. En dan bakken we de tortilla weer in een scheut olijfolie. En dan is het de vraag om. Ja, dan moet je hem goed. dat hij niet gaat aanbakken. En ik heb een mooie grote deksel. Dan maak je hem los van de bodem. en dan op die deksel laten glijden. Of ja, als je toch los is van de bodem, die deksel op de bovenkant van de pan en dan de hele boel in één keer omdraaien. En dan de pan weer op het vuur en dan laat je hem vanaf die deksel de tortilla aan de andere kant erop zakken. Aan twee kanten bakken. Wel zo lekker. En mijn dochter wilde er dan Bieslook bij. Ja, ik vind het best. Maar die gaat er op het laatst pas overheen. Ga ik denk ik niet meebakken. Het lijkt me dat het aroma er dan afgaat. Nou, een beetje zout, een beetje peper. Dat kan nooit geen kwaad. En die curry, dat doe ik dus. Die curry wilden ze er graag bij. Maar die, dat gaat dus mee in het bakproces. Dat vind ik toch wel het lekkerste met curry... Om dat goed mee te bakken. In principe kan je curry ook zonder meer. Hoor, dus als je een eitje gebakken hebt, kan je gewoon de curry eroverheen strooien. Soms is het ook wel lekker. Maar het lekkerste vind ik als die curry meegebakken is. Oh ja, een knoflook, maar dat vergeet ik te vertellen. Een mooie knoflook gekocht. Een mooie Franse knoflook. Als een beetje roze erheen schijnt. Niet die, uh, niet die spierwitte knoflook, die is ook wel lekker. Maar een beetje boerenachtige Franse knoflook. Hmm. Ik zit me af te vragen om dan toch maar een toetje te maken voor de. Ze zei dat ze geen toetje hoefde. Maar vanmorgen op de markt waren er allemaal lekker. Er waren zo bramen. En wat waren er meer van die frambozen lagen er ook. Een ja, bramen is toch wel erg lekker als toetje. Bramen met wat. ze uh... zou bij moeten, iets van suiker moet er nog bij dan dan gewoon klein beetje, een handje bramen voor de vitamintjes. gaan we lekker potjes schaken en een beetje klessen bessen. gaat dat niet te moeilijk maken. dat doen we later wel. eerst maar eens uh, de band herstellen. ik heb er zoveel gedronken. En ja, dat. Het dat, dat was niet zo dat ze dat nou leuk vond. Nee, dat begrijp ik ook wel. Ze moet even wennen aan het feit dat ik nou niet meer drink. De situatie is veranderd. Ik heb de drempel naar haar toe in zekere zin verlaagd. Dat moet ze even snappen. Ze wil nog op kamers in Nijmegen. Maar ze heeft gratis. Uh, Openbaar vervoer, dus. Ja, wat loop je te eikelen? Hier. Er is allemaal niks aan de hand, hoor. Dan kon ze nog maar eens een keertje eten. En dan wil ik wat anders eten. <laughs> Ga ik denk ik inktvisringetjes voor hem maken. Zal ze ook wel lekker vinden. Maar is dan niet vegetarisch, maar. Hij eet een keer wat anders. Of gewoon voor die kleine inktvisjes. Ook lekker hoor. Voor die kleine kalmaris. Ook lekker frituren. beetje knoflook, een beetje citroensap eroverheen. Lekker hoor. En een salade erbij. En ook iets van gebakken aardappeltjes of een. Nou, ziek man. wel, maar dat is de volgende keer. Maar we hadden het over alleenstaande moeders en het drama. Nou, je weet er nu wat van. Het is niet gezond. Het is niet goed voor de kinderen. Mijn dochter, die heeft al bij de psychiater gelopen. Hè? En de eerste sessies, uh, ja, dat, dat leek het te helpen, maar er kwamen toch de problemen terug. Er is weer een nieuwe sessie uh, toestand opgestart. En dat hoort niet hè, bij een kind van 13, 14, 15. Die horen uh, helemaal onbevangen in het leven te staan. En uh, al die zorgen over de toekomst. En uh, al dat, dat bedompte, bedroefde, bedrukte gedoe. Het is allemaal leuk als je 32 bent of zo. Maar niet als je. Ja. Niet als teenager, dan hoort dat niet. En waarom komt dat? Ja. Ja, papa heeft de deur uitgedonderd toen ze. toen ze tien was. En dat gesodemieter dat begon al. toen ze. Ja. ja eigenlijk altijd al. Nee, het is niet goed voor de kinderen. En ik heb het dan even tegen jou als man. Zorg ervoor dat je geen alleenstaande moeder creëert. En als je een alleenstaande moeder tegenkomt... ja, kijk even heel goed uit wat je voor vlees in de kaap hebt. Jij bent niet Sigmund Freud... Of Carl Gustav Jung die er even kan repareren. Los van het feit dat je dat soort vrouwen in principe niet kan repareren. Ook niet als je Sigmund Freund of Carl Gustav Jung heet. Of hun kennis hebt. Kan je lekker vergeten. Je kan mensen niet repareren zoals je een bug uit een computerprogramma haalt. Van, oh, ik zie het al. Die voorloop, daar zit een off by one error in. Kijk eens, poef. En nu doet hij het wel. Hier. Ja. Nee, zo kan je computerprogramma's repareren, maar mensen niet. Goed begrepen. Mooi zo. Nou, dan kan ik nu in uh, vol vertrouwen afscheid nemen. Voor jullie aan jullie uh, afscheid nemen van jullie mannen. Die goed gaan zorgen. Voor de moeders. De vrouwen. Van jullie kinderen. Ja. En zorg ervoor dat die moeder niet alleenstaand raakt. Wees haar trouw. Wees niet zo'n bitch als die zwager van mij. wil jij natuurlijk weet: ja, wat heeft hij dan gedaan? Wat heeft hij dan gedaan? Ja. Nou ja, allemaal dingen die je niet moet doen. Je moet een beetje lief zijn voor je vrouw. Ja. Neem een keer een bloemetje mee. Laat haar merken, laat haar voelen dat je aan haar denkt. Ja. Ja. En ga alsjeblieft elke dag onder de douche. <laughs> of zoiets. Ja, of niet te vaak. Maar, ja, dat soort dingen. Doe je schoenen uit als je binnenkomt. Moet toch zonder meer. Ja. Heb een beetje respect voor het interieur. Heb een beetje respect voor het kookwerk wat ze doet. Geef er een keer een complimentje. Ook al vond je het niet zo heel lekker, maar geef het toch maar een complimentje. Je vond het niet zo lekker, maar het was wel hartstikke op tijd. Zeg dan tegen je vrouw: Oh, wat fijn dat we op tijd konden eten. Dan kan ik nog even hè, gaan vissen in het park. Dank je wel. Laat haar merken dat ze iets voor je betekent. Dat is ook iets dat ze dan niet alleen staat. Heb jij wat ik bedoel? Nou dan. Nou, nu heb ik je alle geheimen verklapt. Dus nu kunnen jullie het. Dus dan kan ik een vol vertrouwen op zijn hamburg zeggen. Tjus. En dag aanstaande vaders van moeders. die niet alleen zullen staan. Nee, dag aanstaande vaders. Met moeders die ze niet alleen zullen laten staan.